Goedemorgen, kijk naar de weerswachting van Weerplaza.nl. De satellietfoto laat weinig bewolking boven Nederland zien, wel een plukje bij het Noordwesten en bij het Zuidoosten. En dat zijn dan ook meteen de regio's die vandaag af en toe wat wolken te zien krijgen. De ochtend begint heel fris, en de temperaturen die liggen zelfs vroeg in de ochtend rond het vriespunt, maar stijgen snel. Aan het einde van de ochtend is het al zo'n 10 graden, en vanmiddag wordt het dan 12 à 13 graden. Er waait een zwakke bries uit het oosten en er zijn vanmiddag flinke zonnige perioden en een paar wolken, en dat zijn meestal hoge sluierwolken. Vanavond komt er wat meer bewolking opzetten, maar het blijft overal droog en halverwege de avond is het 10 graden. En dan gaan we ons opmaken voor een schitterend lenteweekend. Morgen temperaturen van 14 tot 18 graden en mogelijk in een Limburgsdal zelfs lokaal 20 graden. Veel zon, paar hoge sluierwolken stelt allemaal weinig voor en de wind neemt in de loop van de dag weer af. Zondag zijn er wel meer wolken, maar de temperatuur blijft hoog. Temperaturen dan dus 16 tot 20 graden, maar liefst. Pas maandag moeten we de paraplu weer bij de hand nemen. Dan kan er een enkel buitje vallen en dat geldt ook voor de dinsdag. Maar eerst dus genieten dit weekend hoge temperaturen, zowel zaterdag als zondag. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.